Suriname, beste van Caribisch gebied met opslaan en digitaliseren van informatie. Surinaams Delfstoffen Instituut stap je dichterbij. En drugsmokkelaars passen nieuwe smokkelmethoden toe. Goedenavond dames en heren, dit is het journaal op woensdag 26 februari. Suriname heeft een voorsprong in het Caribisch gebied als het gaat om het digitaliseren en het opslaan van informatie. Dit zegt de directeur van het Nationaal Archief Suriname, NAS. We hebben wel een voorsprong, vooral op het gebied van digitalisering. En als we kijken naar archiefruimte, de koelinginstallatie en onze restauratieatelier, daar hebben wij wel een voorsprong in het Caribisch gebied. Maar voor wat betreft de overbrenging van archieven, overheidsarchieven, formuleren van selectielijsten, dat moeten we nog goed op gang brengen hier in Suriname. Zes landen uit het Caribisch gebied zijn vandaag gestart met een driedaagse workshop in Suriname. De landen die meedoen met deze workshop zijn Sint Lucia, Belize, Curaçao, Trinidad en Tobago, Dominica en Guyana. De NAS-directeur legt uit wat het doel is van deze training. Die workshop heeft als doel om de collega's uit het Caribisch gebied een praktische cursus digitalisering te verschaffen. Ze gaan echt wel werken met de machines, met de apparatuur en al die technieken en methoden worden gedurende de 3 dagen hier bij het Nationaal Archief verzorgd door onze medewerker, ondersteund door ICAM Archive System. Het is dus het bedrijf waar we onze apparatuur hebben gekocht. Minister Suwarte Mustadja van Binnenlandse Zaken die deze workshop opende, zei het volgende. The National Archives of Suriname is since 2003 an active member of the Caribbean branch of the International Council of Archives, CARBICA. One of the objectives of the CARBICA is to exchange knowledge of relevant archival collections held in the respective archival institutions. It was in this context that the MIGEN project Memory of the Island Gateway for Archival Networking was initiated by CARBICA in 2011. The MIGEN project was an initiative that, for the first time in the field of archives, came from the Caribbean, which took into account, first of all, the needs of the institutions of archives of this region. Deze workshop duurt tot 28 februari aanstaande. De overhandiging van een handleiding voor het samenstellen van een uitvoeringsplan voor een Surinaams Delfstoffeninstituut vond vandaag plaats. Dit gebeurde op het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen, NH. Het opzetten van een Delfstoffeninstituut past in een groter plaatje. We hebben namelijk kort na het aantreden hier op het ministerie geconstateerd dat er voor de ontwikkeling van de mijnbouwsector toch een aantal ingrijpende maatregelen nodig zijn. En we zijn al gauw begonnen om zaken op spoor te zetten. Het is natuurlijk zo dat er nog een hele discussie aan vooraf is gegaan, maar uiteindelijk heeft dat toch erin geresulteerd dat we het besluit hebben genomen om hier een aantal dingen te gaan doen die met elkaar samenhangen en die als resultaat moeten hebben dat de mijnbouwsector eigenlijk naar de 21ste eeuw wordt gelift. Er zijn een aantal zaken in stelling gebracht om de mijnbouwsector te ontwikkelen. Enkele daarvan zijn het opzetten van een nieuw Delfstoffeninstituut en de ontwikkeling van een nieuwe geologische kaart.
Het nieuwe instituut is nodig omdat de geologische mijnbouwkundige dienst, dat resorteert onder NH, al is uitgehold. NV Pakusi International heeft in juli 2013 de opdracht gehad van de leiding van het ministerie om een uitvoeringsplan te schrijven. U hoort Emro Roy Holder, directeur van NV Pakusi International. De Belstoffen Instituut. Een updated study van dit dit projectdossier van 1998 heeft een plaatsgevonden in 2008. Toen hebben een paar Surinaamse deskundigen, die lid zijn van de maatschap van geologen en mijnbouwers, hebben toen gewerkt aan een updated studie, projectdossier, voor wat betreft het opzetten van een Delfstoffeninstituut Suriname. We zijn vandaag in 2014 en we zijn een stap dichterbij gekomen. Het gaat misschien niet zo snel als we dat willen, maar het gaat inderdaad de goede kant op. Door zo'n Delfstoffeninstituut, zoals u daarnet heeft aangegeven, wordt het beleid en beheer van onze Delfstoffenmijnbouwsector transparanter. Volgens de bewindsman is de geplande termijn voor de ontwikkeling van het instituut 2 jaar. De commissie straatnaamborden is gestart met het plaatsen van straatnaamborden in het district Kommewijnen, daar waar die ontbraken. Het startsein vond vandaag plaats, de Richelieu. Zowel de districtscommissaris van Kommewijnen, Ingrid Kartabink, als de voorzitter van de commissie straatnaamborden geven aan wat het belang is van deze borden. Zeker zijn straatnamen ook belangrijk wanneer we grenzen van resorten moeten aangeven. De straatnamen is een heel belangrijk ding van een project dat, of identificatie van een plaats dat u bereikbaar bent. Ik ben heel bijzonder. Ik wil mijn dank uitspreken aan de voorzitter van de commissie, als de leden die echt met man en macht dit project alvast in Kommewijnen te Richelieu van start gaan. We hebben heel wat aanvragen binnen gehad van verkavelingsprojecten en ik heb daarnet een gesprek gevoerd met de commissieleden en het is al op gang. Ik hoop dat we dit jaar dat helemaal kunnen bewerkstelligen, dat het vlekkeloos zal plaatsvinden. U weet dat in 2013, mei 2013 als ik me niet vergis, de straatnamencommissie in het leven is geroepen om een aantal taken te vervullen. Deze taken hebben we in de afgelopen periode samen met de overige commissieleden uitgewerkt en we hebben intens gezamenlijk op vaste dagen de verzoeken, laten we zeggen, behandeld en beoordeeld en uiteindelijk een advies uitgebracht waarbij op diverse plekken de naamborden moeten worden geplaatst. Om te komen tot certificering van bedrijven voor wat betreft hun producten en productieprocessen, moet eerst een staatsbesluit worden afgekondigd. Dit zegt Remy Groode, directeur van het Standaardenbureau. Volgens hem is het staatsbesluit hiervoor al gereed, maar het moet nog naar de staatsraad. Wanneer het is afgekondigd dat wij over kunnen gaan tot actie, want bepaalde zaken zijn voor het bureau nog niet uitvoerbaar, omdat wij niet kunnen terugvallen op ons wettelijk mandaat. En dat kan alleen het staatsbesluit dat regelen. Dat wij standaarden kunnen vaststellen en implementeren van technische voorschriften is vanwege het feit dat er in de wet een voorziening is waarbij de minister wel de power heeft.
Certificering van bedrijven is belangrijk, zodat de productieprocessen voldoen aan de internationale standaarden. Het bronzen beeld van Dobro, vervaardigd door kunstenaar Erwin de Vries, wordt tijdens de Fiesta del Fuego in Cuba onthuld. Volgens Yvonne Ravales werd Dobro een van de vrienden van Cuba in een tijd waar niemand dat durfde. Op de manier waarop hij zijn solidariteit met vaderlandse liefde betuigde, werd gewaardeerd. We zijn er bijzonder trots op dat deze relatie warm is gebleven. En u zult mij vergeven als ik zeg dat in feite deze relatie een voorbeeldrelatie zou moeten zijn voor velen in onze samenleving die goede banden onderhouden met andere landen. In Suriname heeft Dobro geen standbeeld staan. Zijn weduwe zegt dat hij niet alleen voor zijn eigen land stond. Het gaat om het geestelijke erfgoed van zijn gedachten van eenheid in Suriname die tijd, maar die moeten we ook meenemen. Dobro is breder geweest dan alleen Suriname. Dobro is een man die bijzonder van zijn land heeft gehouden. Hij ging erop uit, hij trok erop uit. En overal waar hij kwam, citeerde hij, vertelde hij, declameerde hij zijn eigen gedichten. En vertelde hij over Suriname. Daar begon hij altijd zijn spreekbeurten mee. In elk geval, we zijn onze eigen regering ook bijzonder dankbaar dat ze niet alleen nu, maar ook het afgelopen jaar bijzondere aandacht aan Dobro hebben geschonken. De R. Dobro Ravales Stichting ondersteunt de organisatie voor het festival Fiesta del Fuego. Binnenkort vindt de Dobro Night plaats in Suriname. Gisteravond omstreeks 8 uur is de 70-jarige Rudy Fazer doodgestoken door zijn 28-jarige kleinzoon Mike R. aan de Sunsetlaan te uitvlucht. De verdachte die onder psychiatrische behandeling is, is aangehouden. Ook is gistermorgen een echtpaar in hun woning aan de Industrieweg Zuid overvallen door 2 manspersonen, waarvan 1 gewapend was met een vuistvuurwapen, waarbij de man in de halsstreek verwond werd. Geld en sieraden werden daarbij buitgemaakt, maar kort daarna werden 2 mannen door de politie van Latour aangehouden die verdacht worden van deze overval. De kogel is operatief verwijderd uit de keel van de gewonde man die nu buiten levensgevaar verkeert. Ten slotte meldt de politie voorlichting dat de 23-jarige Michael C. gisteren is aangehouden. Hij wordt verdacht van gijzeling van zijn 4-jarige zoon, zware mishandeling en bedreiging van zijn ex-vrouw. En dat was mijn bijdrage aan het journaal. Hierna de weersverwachting. Goedenavond.